Lekkere winst, hè? Nou ja, al met al is het best wel lekker, ja. Het is toch alweer 4-7 gewonnen. We staan weer bovenaan. Weliswaar niet echt op punten, maar dat kunnen we volgende week veranderingen brengen tegen SJC. Maar al met al is het best wel lekker overwinning. Ja, toch net na de rust weer dat doelpunt tegen. Dat is, ja, beginnen jullie dan niet goed genoeg eraan aan de tweede helft? Niet scherp genoeg? Ja, ik weet niet wat het is. Je zou het bijna wel denken. Vorige week of twee weken geleden natuurlijk tegen Bernardus ook. Dat je denkt van nou, was het nou nodig? Het is niet nodig en je krijgt nu ook weer heel onnodig tegen. Gelukkig herpakken we ons en breiden we het vrij ruim uit. Maar ja, het was niet heel geweldig, nee. Tot nog toe ongeslagen zijn jullie. Ben je tevreden over je eigen spel tot nog toe, Patrick? Met vallen en opstaan. Ik moet zeggen, aan het begin van het seizoen ook wel... Dan ben je als keeper sowieso, hè? Ja, zeker, zeker. Nou ja, aan het begin van het seizoen was het echt wel goed en netjes en regelmatig de nul. Nou, twee weken geleden tegen Bernardus, toch wel weer 3 tegendoelpunten en nu 4 tegendoelpunten. Dat is toch wel jammer. Je houdt er wel een paar uit, maar al met al zit er nog genoeg rek in. Met name die laatste 2 goals, dacht ik dat het toch wel onnodig is geweest, hè? Ja, ik moet ze voor mezelf sowieso nog even analyseren, hoor. Die zit nu nog echt in die wedstrijd zelf. Dus daar kan ik nog niet echt uitspraken over doen. Maar het is elk tegendoelpunt knaagt. En bij elk tegendoelpunt denk ik van, nou, wat gebeurt er en wat kunnen we beter doen? En dat gaan we bij deze ook gewoon weer doen. Dat gelijkspel tegen Bernardus is toch wel heel erg zuur, hè? Want hetzelfde geld had je nou aan de champagne gestaan. Ja, dat is extra zuur. Ja, vorige week hoorde je het, of misschien 2 weken geleden hoorde je al tegen Koude Kerk, of misschien dat Koude Kerk ook punt had laten liggen. Vorige week hoop je dat SJC punten had liggen, dan was het ook nog heel even spannend. En ja, je had het gewoon niet meer in eigen hand en dat is je eigen schuld geweest. Dan vind jij dat je zelf ook sterker geworden bent hoe verder het seizoen vordert? Jawel. Goed, het seizoen duurt nog lang. Dus gelukkig, maar ja, het kan nog altijd veel en veel beter. Maar ja, het gaat wel steeds beter. Volgende week een leuk potje tegen SJC. Dat wordt een heel leuk potje. Ja, dat gaat echt om de koppositie. Want stel dat je die wint, dan kan je goede zaken doen natuurlijk. Hè? Wel afhankelijk natuurlijk wat de andere ploegen doen die er ook bij zitten. Maar alles zit lekker dicht bij elkaar. Hè? Het is, want zo, je stond eerst vijfde toen je begon, of vierde toen je begon aan deze wedstrijd. En nu hebben we weer de koppositie overgenomen. Ja, het staat heel dicht bij elkaar. Er zijn echt genoeg ploegen die met elkaar strijden om die bovenste plekken. En volgens mij, nou ja, sowieso wij hebben volgende week SJC, daarna Koude Kerk, daarna LSVV. Dus dat is al een aardig reeksje, maar volgens mij zijn we niet de enige met die reeks. Dus ja, de komende weken gaan we zien hoe het gaat verlopen allemaal en wie er echt aan blijft haken. Ik hoorde net uit de kleedkamer zingen van we staan weer nummer 1. Hopelijk houden we nog lang dat liedje. Ja, elke week als we bovenaan staan, dan houden die er lekker in. Ja, we moeten natuurlijk niet te vroeg juichen, maar het is gewoon lekker om bovenaan te staan. En hoe lang we dat vol kunnen houden, dat gaan we zien. Maar je moet ervan genieten zolang het lukt.